Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel, en gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag is aan de beurt John Verheijen, fractievoorzitter van de VVD. En we stellen hem ook 5 vragen en een verrassingsvraag. Henk, ik ben de lijsttrekker voor deze verkiezingen. Op plek 2 staat Ilone Vink, zit nu ook in de raad. Ja. Niels Schover staat op plek 3, zit ook in de raad. Dan komt de eerste nieuwelingen. Linda Schepers, echt de beste mevrouw. Woont ook in Best, het hele leven al in Best. Ja. Daarna gaan we door met Thierry Vriends, Aram Krol, Gert-Jan Farla en een oud-gediende Harry Smits. Duurzaamheid, hè? Zoals ik dat las, hè, dan verengen jullie dat een klein beetje tot zeg maar, die klimaatduurzaamheid. Ja. Maar wij zien duurzaamheid als veel breder. Hè? Want als je maar naar de ene duurzaamheid kijkt, duurzaamheid is ook inzetbaarheid, gezondheid, het duurzaam blijven wonen, duurzaam gezond blijven, duurzaam kunnen blijven werken. Maar ik snap de vraag waar jullie een klein beetje naartoe willen, hè, is over de klimaatakkoorden en de dingen die wij het beste met z'n allen willen gaan doen. Het gasvrijmaken van de woning is één van die doelstellingen. Dat wordt een hele lastige. Als je een beetje de nieuws volgt, is het A, technisch lastig om het te doen. Want het moet kleinschalig ongeveer per woning gebeuren. Ja. En het is heel kostbaar. Dus als je best een beetje volgt wat er hier gebeurt, ook de VVD best zegt, dat gaan we meer op de lange termijn doen. Hè. Maar we gaan vooral kijken naar dingen die we op korte termijn kunnen doen. Bijvoorbeeld isoleren. En dus we zullen als gemeente ook in moeten zetten om mensen te helpen om goede keuzes te maken. Wat is er voor die mensen op dat situatie, bij die woning, de beste keuze? Kun je het zo uitrekenen dat de mensen de besparing op de energie gelijk is aan zeg maar, het bedrag wat ze terug zouden moeten betalen? Ja. En dan wordt het in principe voor de mensen dan is het niet aantrekkelijk. Dan wordt het aantrekkelijk. Ja. In de basis is het jeugd- en jongerenwerk goed geregeld. Ja. We hebben een mooi jongerencentrum met Dodo. Je bent er vaak we hebben het net over gesproken. We hebben goede jeugd- en jongerenwerkers in Best die heel actief zijn. Ja. We hebben buurtcoaches. Maar er zijn wel een paar punten waar we ons zorgen over maken. Ja. Wat gebeurt met corona met onze jeugd? Ja. Ik heb zelf ook 2 kinderen die dan gewoon verplicht thuis zitten, weinig kunnen doen. Wat zijn de gevolgen in kader van eenzaamheid voor die jongeren? Het gemis aan achterstanden, leerachterstanden door het thuisonderwijs. En we zijn er nog niet vanaf. Dus dat is een van de punten waar we aandacht voor zullen vragen in de komende periode aan de wethouder. Het tweede is sociale media. Je ziet steeds meer het pesten, het uitsluiten, dat soort gedrag. Inflatie zit op gemiddeld 2,7 en de lonen zitten veel lager. Hè? Ja. En de laatste maanden zitten we op 7% inflatie. Dus het gaat ook heel hard. Ja. De prijzen stijgen heel erg hard. Dat kunnen wij als dorp niet in ons eentje zeg maar, compenseren. Nee. Dat is niet. We kunnen wel de uitvoering doen. Maar hier zal echt het Rijk in moeten springen om die compensatie op wat voor manier dan ook, of financieel of op andere manier te compenseren. Natuurlijk als mensen in de problemen komen, hebben we ook al die vangnetten. Wij hebben het best sociaal heel goed voor elkaar. Ja. We hebben heel veel vangnetten. Dus gezinnen die niet kunnen, of met kinderen die niet kunnen sporten, mensen die bepaalde dingen niet kunnen betalen, schuldhulpsanering zijn allemaal goed georganiseerd. Best moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Want het in elkaar schuiven van gemeentes leidt niet tot een beter best. Onze begroting is elk jaar nog sluitend. We hebben nog wat ruimte in de begroting om extra dingen te doen. Ook in deze periode is er nog extra ruimte. Dus vooralsnog zijn die problemen er niet. Er zijn 3 scenario's uitgewerkt. Ja. Huidige gemeentehuis renoveren. Huidige gemeentehuis slopen. Op dezelfde plek een nieuwe bouwen. Ja. En op de Zeeman, dus de derde variant bij de Zeeman, zeg maar dan laatst, een gemeentehuis. Die variant is even als focusvariant eruit. Die wordt nu gewoon verder uitgewerkt. En er moeten nog heel veel stappen genomen worden om dat te doen. Pas als raad aan het einde het geld ter beschikking stelt, dan is het definitief. Alles daarvoor kun je nog wijzigen. Nee, uiteindelijk zijn we volksvertegenwoordiger, Henk. Ja, daarom. En we zijn niet voor onszelf op die stoel gaan zitten. Dit waren de 6 vragen. Ik bedank je heel hartelijk. Jij bedankt. Wat een fijn gesprek. En ik wens je in ieder geval succes dadelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en mag ik jullie allemaal danken dat wij dit platform mogen gebruiken om onze boodschappen te vertellen. En er kan nog veel meer gebruikt worden, hè, Plein Best. Bedankt.